Go. Een klein scherp mesje, in dit geval een scalpel, maar het kan ook gewoon een ander klein scherp mesje zijn. En een schaar met aan één kant een botte afgeronde punt. Je legt de horsmakreel neer, je klapt de borstvin naar voren en dan neem je het scherpe mesje en dan snij je vanaf de rug lang achterlangs de borstvin helemaal naar beneden. Dan heb je de buikholte open en dan pak je het schaartje, de kant met de bottenpunt, die gaat in de buikholte aan de binnenkant en dan knip je langs de bovenkant van de buikholte, knip je de vissen open, helemaal tot achteraan aan de buikholte. Aan het eind van de buikholte zit bij horsmakreel een bot in het midden van de buikholte. Die kun je niet doorsnijden. Maar de punten van de gonade zitten wel om dat bot heen. Als het open is, dan ga je langs de bovenkant de gonade en de rest van de ingewanden voorzichtig lossnijden. Dat je je vinger erachter kunt krijgen. En dan doe je hetzelfde doe je aan de binnenkant door met je mes langs de wand van de buikholte voorzichtig los te snijden tot je vinger onder de gonade krijgt. En dan ga je voorzichtig de uiteinde van de gonade aan de achterkant helemaal los snijden. Oppassen voor het botje. Je houdt er spanning op, maar je trekt niet te hard aan de gonade, want anders trek je het stuk. Je gaat met het mes er langs om het helemaal los te snijden. Als de achterkant los is, dan ga je verder aan de voorkant. De ingewanden en de gonade lossnijden. Totdat je het uit de buikholte kunt halen. Vervolgens ga je de rest van de ingewanden met het scherpe mesje voorzichtig verwijderen van de gonade. En dan heb je de gonade los en kan die in het zakje.